Ja, dames, we durven het bijna niet te vragen, maar Leontien van Moorsel, die zei eigenlijk altijd, ik presteer sportief gezien het beste als ik ongesteld ben. Hoe is dat voor jullie? Voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb niet heel veel last van mijn ongesteldheid, dus ik word gewoon ook... Ja, ik ben ook niet aan de pil of zo. Ik heb een spiraaltje, voor het geval dat mensen denken, die gebruikt geen anticonceptie, want die vraag blijft dan denk ik toch hangen. Maar zonder hormonen, koop een spiraal, top, voor mij in ieder geval. Oh, anyway, dat is een tip. Okay. Dus tip van Vaat, koop een spiraaltje erin, laten rachen. En jij, Femke, ben je beter of slechter als je ongesteld bent, of maakt dat niet uit? Nou, eigenlijk dag 2 is vaak wel top. Ja? Ja, ja, ja? Ik weet niet waarom, maar kan ik gewoon echt erdoorheen beuken of zo. Ja? Ja? Ja. Meer kracht? En vaak de dag ervoor is het niet zo top. Ben je chagrijnig dan of zo? Nou, daar hoef ik niet ongesteld voor te zijn. Ja.